En dit zijn de rest van de boeken. Plus nog wat andere dingetjes. Ik hoop deze ooit nog een keer gesigneerd te krijgen. Want ik heb haar andere boeken wel gesigneerd. En een van de Stephen King boeken die ik heel graag nog wil hebben. Ogen van Vuur, oftewel Firestarter. Before the Coffee Gets Cold heb ik al een paar keer in handen gehad. En nu had ik zoiets van, nu gaat hij gewoon mee. Ik heb Malibu Rising net gelezen. En Carrie Sota speelt daar ook een klein rolletje in. Dus ja, ik had zoiets van, oh, daar wil ik... Dit boek wil ik lezen. En nou zag ik hem in een mooie kleinere versie. Zo mooi. Die is mee. Ik heb de nieuwste boek of boeken van Marieke Dame. En deze moest ik ook nog hebben. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. En hopelijk kan ik hem ook nog een keer laten signeren. Dit is hoe het ging van Astrid Boonstoppel. Lijkt me ook leuk om die ooit een keer te zien. Volgens mij is er bij een van de boekenparty alles geweest. Maar nu was die in de opruiming gepakt, dus ja, dan kon ik hem niet laten liggen. Geek Girls Don't Cry. Dit was van de boekhandel waar alles op de tafel 5 euro was. Ja, ik vind die koffer wel gaaf. Ja, real life lessons from fictional female characters. Dus ik ben benieuwd. Dan een paar manga's. Splatoon. 3 delen. Het zijn wel in het Duits. Ik ben benieuwd. Het scheelt dat ik wel redelijk Duits kan. En 2 delen van Hawkeye. Ik weet niet of dit alles is. Maar dit is over Kate Bishop. En dit is gedeeltelijk eigenlijk een foutje. Want ik dacht dus dat ik een complete trilogie had. Maar daar had ik zelf beter op moeten letten. Dit is deel 6, dit is deel 5. Oké, dit is wel deel 1. Maar ik moet eigenlijk de tussenliggende delen nog hebben. Dus ja. Foutje, bedankt. En ik heb bij Blossom Books een pin gekocht. Talk Nerdy to Me. En gegrabbeld. En toen mocht ik wat uitkiezen. Ik had keuze tussen een... zo'n stoffen tas, een klein, ja, een grote portemonneetje. En ik heb uiteindelijk gekozen voor deze money jar. Ik heb er al eentje. En ja, vind het wel leuk om er nog eentje te hebben. En als laatste nog een paar pins bij de Bruna meegenomen van Kenzieland. Ik kende het zelf niet, maar ik vind het wel erg schattig. Dorothy, was dat? Rocket. Die op de kop zit. Die zijn zo leuk. Appie, dit was de leukste. Vind ik. Maar het komt. En als laatste. Polly. Die weer heel schattig is. En dat was mijn Deventer Boekenmarkt haul voor 2023. Een erg goed geslaagd jaar.